Zo mensen, Rani met vandaag weer een nieuwe Q&A natuurlijk. Deze houdt in dat jij vragen aan mij kan stellen die ik dan ga beantwoorden. Ik kan van alles zijn, mag alles vragen, ik beantwoord alles, tenminste bijna alles. En dan vraag mij, laat alvast een goede vraag achter, een domme vraag. Wil ik veel wat je wilt, maar doe het alvast en dan beantwoord ik hem in de volgende video weer. De eerste vraag is van Raf Boezer. Hij vraagt... Q&A, ken je me nog van PlayStation 3 Ghost, JR Exotics? We speelden samen SpongeBob. Natuurlijk kijk jou nog. De best vage game volgens mij. Ja, zeker Ghost. Zijn er ook al bij. Alleen SpongeBob weet ik niet. Terwijl ik zijn PlayStation naam weet al wel, hè. Maar schouw zijn naam weten, daar kijk ik hem ook wel. Ik ga naar de volgende vraag. En die is van Slender Vogel Gaming. Hij vraagt, koe en au, ben je een dikketje? PS, je bent een vogel. Wauw. Ben ik een dikketje? Nee, ik ben echt alles behalve dik, echt waar. Echt niet. Ik ben echt totaal, ik ben best wel dun eigenlijk. Ik ben heel erg, zeg maar. Maar ik ben echt geen dikketje, echt niet. Dus, ik ben het in ieder geval. SpongeBob, die vraagt, doe eens wauw in je video's. Dat zeg ik best wel vaak eigenlijk, maar bij deze zou ik het nog een keer doen. Wauw. Nog een keertje? Moet ik het nog een keer doen, SpongeBob? Zou ik het nog een keer doen voor je? Ja? Oké, nog een keertje dan. Nog een keer heel hard, ja? Zo. Wauw. Zo genoeg? Goed, dat zou ik vaker voor je doen, ja? Aan het begin van de video zou ik wel een keer doen, ja? Goed idee. We gaan naar de volgende vraag van SpongeBob. En die vraagt, Q&A. Als je moet kiezen uit een vrouw, zou je eentje doen met een kleine reet en grote stijve tepels? Of een grote reet en geen tepels? Geen tepels, dat is een beetje raar. Heb je niks, hè? Dat ziet daar heel raar uit, hè? Als iemand geen tepels heeft, ziet het echt heel raar uit. Dat ziet er gewoon niet uit, eigenlijk. Dus even kijken, hè? Dan gaat het denk ik voor twee, want als je geen tepels hebt, dan ziet het er gewoon niet uit. Dat is gewoon geen porum zo. Nee. Doe dan maar gewoon een kleine reen, want zonder tepels ziet er echt gewoon niet uit, jongens. Echt niet. Dat ziet er niet uit. Dat is echt, nee. De volgende vraag is van Robot. Hij vraagt, Q&A, wat heeft jou aangestuurd om een YouTube-kanaal te beginnen? Ik heb best wel vaak eigenlijk al gezegd, maar doe het nog een keer, helemaal geen probleem. Ik kijk best wel vaak YouTube en, ik vond het hartstikke leuk. Ben ik serieus, ik vond het echt heel top. Ik volgde echt elke dag, keek een uur lang YouTube. Naar The King was het toen, Danske. Nog veel meer over kleinere YouTubes nog. Daar keek ik eigenlijk allemaal naar. En ik wou het zelf ook doen, dus eigenlijk hebben hun mij eigenlijk wel aangezien om het te gaan doen. En nu ben ik zo ver gekomen. Dus dat is eigenlijk waarom ik dat eigenlijk al gedaan heb. De Beer Gaming vraagt... Q en Anus, wat ga je doen bij 500 subs? PS, hoi. Hoi, beertje. Wat ga ik doen bij 500 abonnees? Ik weet het niet. Wel iets speciaals, dat is natuurlijk wel gewoon een mooi getal. Ik ga iets speciaals doen, wat? Weet niet, misschien als jullie een idee hebben. Laat in de comments achter als jullie iets leuks hebben dan tegen de tijd. Maar, ik weet niet wat ik ga doen. Ik weet het echt niet. Dat is nog een verrassing, voor mijzelf en voor jullie ook. It's Price PL en ik vraag Q&A. Nou gaat het krijgen hoor. Ariana Grande of 1 miljoen abonnees? Dan kies toch voor 1 miljoen abonnees. Ik weet niet waarom. Misschien een heel domme keuze, maar ik kies gewoon voor 1 miljoen abonnees. Dat is gewoon veel vetter lijkt mij eigenlijk. Ja, dan kan nog meer groeien ook eigenlijk hè. Dan kan je over dat Ariana kiest, maar ja. Als dat op een gegeven moment voorbij is, dan heb je niks meer, hè. En het kan ook niet meer groeien, dus ik ga toch voor die nieuwe abonnees. Leeft nog meer vragen? In je oogbal gestoken worden? Ach, heerlijk. Of door een trein worden overgereden? Dan mijn oogbal. Ja, ik kies dan mijn oogbal, want dan kun je wat gebeurt als je een trein overgereden wordt, maar... de schade zal niet heel geweldig zijn. Alleen voor mij nog een vraag. Wow, dat is toch erg. Maar steeds erg, jongen. Een zwerven pijpen of poep eten?
Dan maar poep eten. Met een knijper op mijn neus. Ja, dat mag wel denken. PS, ga zo door. Dankjewel, Bryce. Nog meer items gegeven. Ik moet even knopklikken. Ik sta van mijn mobiel af te lezen. Rick van Zandt die vraagt, hoe lang denk je nog door te gaan met YouTube? Dat weet ik niet. Het kan elk moment voorbij zijn. Het kan ook zijn dat ik over jaren pas stop. Ik weet het allemaal niet. Ligt aan hoe het gaat. Ligt eraan hoe het in het privé gebeuren allemaal gaat. Weet je wel. Ik kan ook door iets zijn waar ik mee stop. Wat iets is. Wat er aan de hand is of zo. Dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Dus hoe het er nu uitziet nog heel lang. Hij heeft nog een vraag. Hoeveel subs zal je doorgaan met YouTube als werk? Nou, zoals jullie weten. Heeft subs eigenlijk niet zo heel veel te maken met geld wat je verdient. Het gaat gewoon puur om de aantal weergaven dat je krijgt. Zeg maar zo, een paar duizend weergaven, maakt niet uit of op één video is of op 15 video's. Een paar duizend weergaven krijg je als goed een euro. Daar heb ik ook in mijn like video maar uitgelegd of bepaalde reclames allemaal mee te maken hebben van hoeveel geld je krijgt. Dus ja, kijk. 400 abonnees, ik verdien zelf al iets met YouTube, hè? Even duidelijk. Maar als ik geld zou verdienen met YouTube, dan zou ik echt heel weinig verdienen. En dan, dan kan je gewoon niet van leven. Dus vanaf nu nog niet, maar met, kijk maar vroeg je, met hoeveel abonnees. Ik denk... ja, toch wel 100.000 abonnees denk ik dan wel lekker geld mee kan verdienen. En ligt er ook wat je moet onderhouden. Ik bedoel, als je gewoon op je eigen woont, is het niet zo heel erg. Maar als je nog een gezin hebt, weet je wel, dan is het gewoon nog een heel groot verschil. Dus het ligt er ook wat je moet onderhouden en wat je allemaal moet betalen natuurlijk. Dus denk over 100.000 à 70.000 abonnees dat je dan wel behoorlijk wat geld kan gaan verdienen. In ieder geval, dat was de laatste vraag. Laat een like achter, laat wel weer andere vragen achter, zoals ik op het begin van de video ook al zei. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Oude, hè?